De opleiding Performing Art leidt op tot podiumkunstenaar, maar ook tot bijvoorbeeld verslaggever. Mensen die bij televisie gaan werken, mensen die gaan dansen, mensen die in musicals gaan werken. Maar ook mensen die lessen gaan geven. En het is natuurlijk van groot belang dat er veel dansdocenten zijn, want het is natuurlijk de meest populaire, het is geen sport, maar ik noem het even sport, een van de meest populaire hobby's van deze tijd. Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat we veel dansdocenten opleiden en muziekdocenten, want dat is van belang om ook binnen het onderwijs te kunnen plaatsen. En dat is echt waar, dat loopt echt nu nog wel een stukje achter, ook hier in Nederland zelfs hoor. We hebben ook tekorten hier in Nederland aan goed opgeleide mensen met een mbo of een hbo diploma. Dat bestaat uit een hbo gedeelte met een bachelor en een master. Die vallen onder de Hanse Hogeschool, want we zijn bekostigd, we zijn gewoon bekostigd onderwijs. En dan val je altijd onder een grote paraplu. En die paraplu is bij ons de Hanse Hogeschool. Daar valt onze associate degree, onze bachelor en onze master onder. We hebben zowel een uitvoerende tak als een docentenopleiding, dus beide. En dan hebben we een mbo-opleiding. En onze mbo-opleiding valt onder het Noorderpoort College. Ook omdat de bekostiging daar vandaan komt. En dan hebben we hele grote voortrajecten. Dat zijn de kinderen die dus voorbereid worden op het mbo of het hbo of een andere carrière. Wat belangrijk is bij de voorbereiding wat aangeboden wordt, is als eerste dat de jongeren, dat de kinderen hun personality kunnen gaan verbeteren. Dus dat ze gaan leren wie ben je. Hoe sta ik in het leven? Dat is als eerste algemeen het allerbelangrijkste. En daarna worden ze natuurlijk getraind op vaardigheden. En dat is natuurlijk op de diverse dansvaardigheden, zoals ballet, zoals hip-hop, zoals pop theater musical dans, zang, tapdans, acteren op een gegeven moment een beetje erbij. En dan gaan ze de stap maken naar een eventueel vervolgopleiding als ze dat willen. Dus de voortrajecten zijn er om talentvolle kinderen de kans te bieden om het vak in te gaan na hun voortgezet onderwijs. Maar dat is geen must, maar vooral ook om een goede voortgezette studie te gaan kiezen. Ik doe bij BNNVARA Kinderen voor Kinderen, onder andere de Koningsspelen, de liedjes van de Koningsspelen, die schrijf ik. Net zij aan zij geschreven. Pas aan pas. Op de basisscholen heb ik een aantal projecten. Onder andere wat ik voor Bonaire nu geschreven heb, is het Bravo-project. En daarnaast ook nog voor de Nederlandse kinderen die nieuw zijn. Dus onze asielzoekerskinderen. Heb ik een heel groot wouwproject in Nederland lopen op alle asielzoekersscholen. Om deze kinderen met kunst en Nederlandse taal en de Nederlandse gewoontes en ook de Nederlands-Caribische gewoontes, want dat nemen we ook mee. We praten over dansen, acteren en zingen. Belangrijk natuurlijk dat de jongeren binnen de kunsten meegenomen worden. Dat is alleen al, dat hoort bij je opvoeding. Vaak denken men, kinderen en jongeren, oh dat kan ik niet, dat is moeilijk. Maar het gaat om talent. En vaak weten jongeren of kinderen niet eens dat ze talent hebben. Dat jongeren vaak zeiden van, oh, maar die was veel beter als ik. Ik ben veel beter als diegene en ik ben niet aangenomen en die wel. Het gaat om de ontwikkelbare talent die een jongere of een kind bezit. Al is dat alleen maar omdat ze wat communicatiever sterker zijn en dat ze betere houding hebben. Dat ze betere persoonlijkheid hebben. Maar ik vind het leuk dat we het Nederland eindelijk een keer op deze manier samen kunnen brengen. We hebben alle medewerking vanuit Nederland vandaan. En we hebben ook alle medewerking vanuit de gedeputeerden in Bonaire vandaan. Dan moeten we echt zeggen, we krijgen echt heel veel steun. En ik zeg altijd, kunst brengt mensen samen. Dat zie je maar weer. Belangrijk. En goed bewegen. Belangrijk.